De interlandbreak is voorbij. Nederland wist zich te plaatsen voor het WK en wij gaan weer verder in de Eredivisie. Aankomende zondag komt Willem II op bezoek en wij bespreken dit met Lucas Woudenberg en Sven van Beek, die beide met hun fitheid worstelden de laatste tijd. Ja, eigenlijk gaat het heel goed. Ik was nog niet helemaal, helemaal lekker. Ik ben natuurlijk daarvoor ook een keertje ziek geweest. Ik denk dat ik gewoon een beetje de naweeën heb gekregen. Het gaat nu steeds beter. Ik hoop dat ik het weekend kan gaan halen. De tijd zal het even leren. Ja, gaat de goede kant op. Al een aantal weken gewoon lekker aan het trainen. Op de bank gezeten tegen NEC. Die wist het daarvoor ook. Minuutjes gemaakt met de belofte. Afgelopen week tegen Osnabrück gespeeld. Dus het gaat goed. Aankomende zondag dus Willem II. De ploeg uit Tilburg staat op de 9e plaats van de ranglijst. En het is voor Sven van Beek een extra leuke wedstrijd. Want hij speelde vorig seizoen nog een half jaar op huurbasis voor de ploeg uit Tilburg. Kijk, dat zijn voor mij persoonlijk natuurlijk een mooie wedstrijd. Ik heb natuurlijk een half jaar voor hun gespeeld. Mooie dingen mogen beleven. Dan hoop je natuurlijk ook dat je daarbij kan zijn. Het wordt een mooie wedstrijd, denk ik. Willem II legt ook veel energie in het spel. Veel duels. Wij moeten gewoon zorgen dat wij daar sterker uitkomen en die wedstrijd over de streep trekken. Is die ploeg nog veel hetzelfde van in de tijd dat jij er een half jaar hebt gespeeld? Ja, er zijn best wel veel jongens gebleven. Er zijn ook wat jongens weggegaan. Die nieuwe jongens ken ik natuurlijk niet zo goed. Alleen het was een goed team. En ze draaien dit jaar natuurlijk ook best lekker. Wij zitten helaas in een negatieve winststreak, of hoe moet ik het ook zeggen. Maar ja, het gaat steeds beter. Ik denk dat het spel gewoon goed is. Alleen tot aan de 16 dan krijgen wij niet echt de kans om het af te maken. Maar ik denk dat dat aankomende wedstrijd wel beter moet. Kijk, je krijgt zo hier en daar lof voor het spel. Alleen als ik eerlijk ben, maakt me dat niet zoveel uit. Ik heb liever gewoon punten. En daarna, als het spel dan beter wordt, daarna, dat vind ik prima. Maar voor goed spelen krijg je helaas geen punten. Dus we moeten gewoon gaan winnen en punten gaan pakken. Vorig jaar openden we het seizoen tegen Willem II en dat werd een mooie avond. Dat loopt uitstekend en dus kan Woudenberg met veel ruimte, Van der Heijden ook. Woudenberg krijgt het terug. Nou, blijft hij rustig. Hij blijft rustig en Heerenveen op voorsprong. Een aanval helemaal van achteruit door Joey Veerman ingeleid, die rustig blijft tussen mensen. Woudenberg vindt en die combineert met Van der Heijden Heerenveen op een 1-0 voorsprong. Ja, dat was de eerste wedstrijd van het seizoen en toen maakte ik de 1-0. En dat was een mooie aanval van achteruit via Joey en Arjen. En een mooie herinnering inderdaad. Ja, Willem II is natuurlijk ook weer veranderd. We zijn een jaar verder. Wat zijn hun sterke punten nu? Nou ja, ik denk dat ze gewoon heel erg sterk begonnen zijn. En het echt als een collectief samenwerkt. En lastig te bespelen ploeg is. Met zeker ook een kwaliteit ervoor in. En ik denk dat ze nu in een iets mindere fase zitten. Maar dat zegt helemaal niks. Dus ik denk met name dat wij naar onszelf moeten kijken. Door de oprukkende besmettingen van het coronavirus besloot het demissionair kabinet vorige week dat er in ieder geval de komende 3 weken zonder publiek gespeeld gaat worden. De KNVB heeft samen met de Eredivisieclubs onderzocht of het mogelijk is om de wedstrijd te verplaatsen, maar dit bleek niet haalbaar. Daarom wordt er komende zondag gewoon gespeeld met lege tribunes. Ja, natuurlijk is het vervelend. Ik denk dat voetbal gespeeld wordt voor de fans. En natuurlijk is het zuur dat dat nu helaas niet kan gebeuren. Maar goed, daar zijn de redenen naar. En uiteindelijk zullen we het zelf moeten doen. En elkaar moeten aanmoedigen en oppeppen. En daar heb ik alle vertrouwen in. Ja, vorig jaar natuurlijk heel vaak moeten doen. Het is natuurlijk dood en doodzaai. Het is ook niet top, maar we moeten er het beste weer van maken. We moeten elkaar opladen. En het belangrijkste is gewoon dat die wedstrijd gewonnen wordt. En dat hadden we liever natuurlijk met publiek gedaan. Dat geeft ons ook een extra steun en een setje in de rug. Maar nu moeten we onszelf heel goed gaan opladen.